Dan gaan we over naar een volgende presentatie. Die zal worden verzorgd door Elle Vonk van Waterschap Rivierenland. En die gaat in op de problematiek in de Alblasserwaard, als ik het goed heb. Ja, dat klopt. Okay. De Alblasserwaard. Succes. Ik kom handen tekort, dat zie ik nou al. Er was vanochtend al een mooi bruggetje gemaakt tussen het Ork en de Alblasserwaard. Dus dat ga ik niet nog een keer doen. Wat wel aardig is, is dat er in de visie op de regionale keringen staat dat de systeem- en gebiedsgerichte benadering kan helpen om een kosteneffectieve afweging te maken. Ik moet alvast waarschuwen, uiteindelijk werd het er voor ons niet goedkoper van. En toch zijn we blij met de aanpak die we hier nu hebben gekozen. Het is ook geen verhaal wat helemaal een duidelijk eind kent. Eigenlijk is het een start naar nog een hele hoop onderzoeksvragen en verdere verbinding ook met de plannen van het ORC. Even bij het begin beginnen. Waar hebben we het over? Ons beheergebied van Waterschap Rivierenland. Ja, in het midden van het land, zoals je ziet. En de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden liggen in het meest westelijke deel van ons beheergebied. We hebben ongeveer 1000 kilometer waterkering in ons beheer. Waarvan zo'n 237 kilometer in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. En uit de toetsing kwam dat ongeveer 106 kilometer niet aan de norm voldoet van die keringen. Dus een aardige opgave. Binnen het gebied van de Alblasserwaard onderscheiden we twee deelstroomgebieden. En die termen die komen af en toe misschien nog eens langs. Dus toch eventjes de achtergrondplaatjes. De Overwaard en de Nederwaard. Beide gebieden die wateren af bij Kinderdijk, waar ook al eventjes over is gesproken. UNESCO Werelderfgoed. Maar ook het toonbeeld van de levende geschiedenis en de ontwikkeling telkens ook in het waterbeheer. Heel veel hoofdstukken uit die geschiedenis kun je daar nog steeds zien functioneren. En we denken dat we inmiddels eraan toe zijn om daar een nieuw hoofdstuk aan toe te voegen. Nou, heel kort over het ontstaan. Voor veel van jullie waarschijnlijk een herkenbaar plaatje. Het is een veenweidegebied, dus we hebben te maken met de ontwikkeling van het landschap, eigenlijk de inversie waarbij die boezemkaden steeds meer boven het landschap uitkomen. De rest van het land daalt, een slagenlandschap. En specifiek voor die boezemkades dus een toenemende opgave qua kerende hoogte en ook qua stabiliteitsproblemen. Ja, die regionale keringen, dat is al een vrij lang proces. Die normering in 2006. Sindsdien hebben we ontzettend veel gedaan aan toetsen en studeren. Zowel op de keringen, maar vooral ook op het watersysteem. Vanuit het idee, we hebben daar wel een opgave. Maar dat kunnen we op verschillende manieren oplossen. En je ziet dat dat een soort iteratie is geweest. En de keringen en het watersysteem. En toch nog weer verder onderzoeken. We zijn wel begonnen met wat urgente kadertrajecten. Ik kan wel zeggen, een deel daarvan is ook weer gestopt door de inzichten die we daar opdeden. Maar uiteindelijk zijn we pas in 2014 echt gestart met het, wat wij toen het Integraal Verbeterprogramma noemden. Maar wel met een grote maar. Dit is even een plaatje over wat speelt er nou in de Alblasserwaard? Wat is nou het probleem? Want we hebben dus niet alleen naar die kaders gekeken. Waar je in rood ziet welke trajecten zijn afgekeurd. Hè, 106 kilometer. Een bepaalde hoogteopgave. Maar we hebben ook naar het systeem gekeken. Hoe komt dit nou? Waar we in de Alblasserwaard mee te maken hebben is dat het water eigenlijk allemaal naar Kinderdijk moet. En dat zijn soms behoorlijke afstanden die afgelegd moeten worden. Zoals die pijl ook aangeeft. En op het moment dat we die maatgevende omstandigheden hebben voor de keringen, dan hebben we te maken met veel neerslag, maar ook met een bepaalde windopzet. En die staat nou precies erg ongunstig ten opzichte van onze afvoerroute. En we hebben eigenlijk geen alternatief. Dus wat je ziet is dat met name in het westen, in het oosten van het gebied, behoorlijk hoge toetspijlen optreden. Dus grote verschillen
met het streefpeil. Terwijl in het westen van het gebied, ja, daar zitten die toetspijlen heel dicht bij het streefpeil. Dat gemaal is op zich, heeft die voldoende capaciteit, maar het water komt er niet. Rechts in beeld, even wat kosten. Bovenste 8 miljoen euro, ja, dat is nog te overzien. Dat was de inschatting toen de keringen werden aangewezen en genormeerd, dat het ons dat zou gaan kosten om aan de norm te voldoen. Over het algemeen schrijven we dit getal maar niet te hard meer op, maar toen wij dus gingen studeren en uiteindelijk met het kostenplaatje terugkwamen van ja, wat gaat het nou betekenen als we alles met kaderversterking doen, kwamen wij op 124 miljoen. Dat is toch in een paar jaar tijd wel een hele grote stap om nou, tot je te nemen, ook als bestuurder, is dat geen prettige boodschap. Uiteindelijk, met dat integraal verbeterprogramma, kwamen we met hangen en wurgen eigenlijk op 89 miljoen. Als we aan wat knoppen in dat systeem draaiden. En het bestuur zei, het kan niet kloppen. Doe het maar voor 65 miljoen en ga vooral nog eens verder studeren. Ja, en dat verder studeren, dat staat hier eigenlijk. Ja, bergingsgebieden, die hingen er nog een beetje vaag in het pakket. Nader onderzoek naar pompcapaciteit. Dus ja, we gingen wel van start, maar ondertussen met een hele hoop mitsen en maren. En eigenlijk vooral ook de boodschap, dit strookt niet met ons gevoel. We denken dat het anders moet. En de gerichte boodschap was dus, ja, ga daar nog eens een keer op studeren. Maar ja, dat hadden we al een heel aantal keren gedaan. Dus ja, het strookte niet met de verwachtingen van het bestuur. Wat we wel moesten concluderen was, ja, zoals wij ernaar hebben gekeken, is heel erg technisch inhoudelijk direct op die knop van hoe kunnen we de opgave voor de regionale keringen verminderen. Dat is geen integrale visie op je watersysteem. Daar ontbrak het gewoon nog aan. En ondertussen hadden we wel een forse opgave. En nou, ik denk op dit moment, op dat moment ongeveer een halve kilometer van die opgave weggewerkt. Ja, er moet wel wat gaan gebeuren. Dat was wel even het moment voor herbezinning. Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Ja, vrij vertaald naar uitspraak van Einstein. Wat willen we nou eigenlijk echt? En niet alleen vanuit de ambtelijke kant, maar ook vanuit het bestuur. Daar hebben we elkaar echt in opgezocht. Wat willen we nu echt voor stappen gaan zetten in dit gebied? Nou, dat was de aanleiding om echt naar het systeem te gaan kijken. Het systeem centraal, niet zozeer die regionale keringen. Je zou haast kunnen zeggen, dat werd bijzaak. Dus we zijn een traject gestart om een visie op te stellen. Waar willen we naartoe met dit nou, toch al eeuwenoude systeem? Blik op 2050, ook even voorbij alle termijnen die we hebben afgesproken voor de regionale keringen. En dan weer terugredeneren. Wat betekent dat dan voor de korte termijn aanpak? Dus deze visie die we hebben opgesteld, ja, die verbindt de verschillende waterstaatkundige opgaven. En het moet ook helpen om ja, echt weer stappen te kunnen zetten op die korte termijn. En dan ook de juiste dingen te doen. Zo'n visie, ja, zeker met een blik op 2050, één ding weten we zeker, dat we het niet helemaal zeker weten waar we naartoe gaan. Dus daar is ook ruimte voor. We hebben vanaf het begin af aan gezegd, dit is een adaptieve strategie. Op de korte termijn weet je vrij nauwkeurig wat je wil gaan doen. Maar op die lange termijn, ja, daar zit nog veel keuzevrijheid in. En daar wordt die stip een stuk vager. En je moet ook bereid zijn om die visie te herzien. Dus in de loop van de tijd herijken en weer die stip zetten. Waar gaan we naartoe? Wat we hebben gedaan is, we hebben vanuit drie pijlers gekeken wat er in het gebied speelt. Wat er op ons afkomt en ook wat de effecten zijn van de klimaatsverandering. En eigenlijk concludeerden we, ja, het is niet zozeer de vraag of die verandering er komt, of die toename van die wateropgave er komt. Maar
eigenlijk meer wanneer. En dat soort zaken hebben we gekwantificeerd en allemaal in beeld gebracht met dit soort kaarten. We hebben heel veel feitenmateriaal verzameld, ook samen met ons bestuur. Want als je zo integraal naar de opgave gaat kijken, ja, dan moet iedereen ook voldoende van al die verschillende opgaven weten. En niet vanuit allerlei verwachtingen dingen gaan vinden. Feiten en meningen even uit elkaar. En dat hebben we samen met het bestuur hebben dat onderzocht. Nou, dit zijn een paar kaarten uit wat wij uiteindelijk de Bosatlas hebben genoemd. Waarin we de toename van onze wateropgave in beeld hebben gebracht. Meer extreme buien. Dus ja, daar kun je verwachten dat je in meerdere delen van je gebied meer last krijgt van wateroverlast. We verwachten dat we ook vaker niet meer onder vrij verval of niet meer kunnen spuien bij het gemaal in Kinderdijk. Door de hoge rivierwaterstanden. Maar ook droogte is een aandachtspunt. Dat neemt ook toe. Waterkwaliteitsproblemen als gevolg daarvan. Al dat soort zaken zijn in beeld gebracht. Uiteraard ook de keringen, opgaven daarbij. Hierbij moet ik ook opmerken dat hier ook dus delen van het functioneren van het systeem naar voren zijn gekomen. Die in het verleden zo zijn gegroeid. Er zijn hele, nou, je zou kunnen zeggen, vreemde afvoerroutes. Helemaal vanuit Gorkum, wat helemaal in het zuidoosten van het gebied ligt. Onder het kanaal van Stenen de Hoek door met een sifon. En dan helemaal, nou, kilometers ver naar Kinderdijk. Vanuit de historie hartstikke interessant, maar in de huidige praktijk misschien niet meer zo handig. Ja, en ook de gebiedskenmerken. Het is een prachtig gebied, vat ik het dan even heel bondig samen. Het UNESCO Werelderfgoed, natuurlijk ook zeker belangrijk. Eigenlijk met alles wat we nu gaan veranderen in het systeem. Ja, dat betekent uiteindelijk ook iets voor Kinderdijk. Nou, dat is niet een beslissing die je eventjes alleen vanuit je waterstaatkundige opgave neemt. Dus ja, er zijn meerdere belangen, meerdere functies in dit gebied. We hebben dit proces wel echt als een waterschapsproces aangepakt. In de zin van intern. We zijn nog heel erg gefocust gebleven op het hoofdsysteem. De stap naar de regio en de samenwerking ook met die partners. Wat biedt dit nu voor kansen en welke keuzes kunnen we daar nog in maken? Dat is een vervolgstap waar we nu voor staan. Het thema bodemdaling. Ja, veenweidegebied. Bodemdaling. Het ligt voor de hand en tegelijk een heel lastig onderwerp. Dit waren de feiten. De meningen, daar zijn we nog mee bezig. Maar in elk geval hebben we de feiten mee kunnen nemen in de keuzes zoals we die nu hebben gemaakt. En hebben we ook duidelijk hoe we met elkaar de volgende stappen gaan zetten. Ja, met het bestuur hebben we een heel aantal sessies doorlopen. Waarin we onder andere met elkaar hebben gesproken over ja, hele verschillende werkwijzen. Heel theoretisch nog, hoefde niet allemaal reële pakketten op te leveren. Maar het leidde er wel toe dat we met elkaar het gesprek hadden. En wat vinden we daar nou belangrijk in? Wat zijn nou de belangrijke overwegingen daarbij? En uiteindelijk leidde dat tot een pakket ja, wat bestaat uit de verschillende onderdelen. Waar eigenlijk de goede zaken uit die verschillende benaderingen hebben meegenomen. En het leidde ook tot een heel aantal leidende principes. Nou is dit wel een beetje een taaie sheet natuurlijk. Maar er staan toch wel een aantal steekwoorden die wel belangrijk zijn. Telkens ook voor uiteindelijk de visie die we hebben opgesteld. Maatregelenpakket zoals we dat hebben gekozen. En ook voor de verdere aanpak van nou, eigenlijk het gebiedsprogramma wat hieruit volgt. Aantal dingen. Een integrale visie, dus kijk echt naar het totale functioneren van dat systeem en niet op één enkele opgave. We willen een robuust systeem, dus dat we gesteld staan voor de nieuwe ontwikkelingen, ook als we dat nu nog niet helemaal precies weten. En daarbij is het ook belangrijk dat het een adaptieve strategie is. Dus er zijn nog keuzemogelijkheden, dus hou daar ook ruimte voor. Sterker nog, creëer nu voldoende ruimte dat je die keuzes nog kan maken. Ook samen met je regionale partners. Nou, de juiste balans, het resultaat uiteindelijk vanuit die driehoek en die verschillende benaderingen.
Die leiden tot dit plaatje, wat voor ons eigenlijk de samenvatting is van waar wij naartoe willen met ons systeem. En voor wie het plaatje nog even in gedachten had van aan het begin. Er is een behoorlijke verschuiving te zien tussen wat er de nederwaard en de overwaard genoemd werd. Nou, dat, die verschuiving en alle consequenties daaromheen, dat werd bij ons eigenlijk neergezet als, ja, dit is een historisch besluit. Want daarmee laten we eigenlijk, wat we al een aantal eeuwen doen, al het water via Kinderdijk afwateren, dat laten we hiermee los. Dus we slaan een nieuwe weg in. En die weg die kent meerdere routes. Dus een gemaal aan de noordzijde willen we toevoegen bij Grootammers. Misschien ook een gemaal aan de zuidzijde. Dat is nou nog een punt van nader onderzoek. Dat zou zeker wel extra bijdragen aan die robuustheid. Dat van welke kant de wind ook komt, je hebt altijd een mogelijkheid om dat water dat waterpeil eigenlijk goed te beheersen. Er zit een flexibele afsluiting in het achterwaterschap. Ja, eigenlijk een hoofdader van ons systeem. Op dit moment gaat al het water van de overwaard gaat daar doorheen. Maar op deze manier kun je echt bewust inzetten wanneer dat wel of niet nodig is. En gebruik die gemalen dan ook meteen om het water in te kunnen laten. Het bemalingsgebied van Gorinchem, ja, ik zei al, dat was een vrij bijzondere afvoerroute. Ja, daarvan hebben we gezegd, dat gaan we anders doen. Dat gaat veel directer op het andere systeem, misschien zelfs wel direct op de rivier. Gaan we nog verder aan werken. En je ziet ook dat wat we hier nu hebben gedaan voor de Alblassenwaard, dus ook een vervolg moet krijgen in de rest van het gebied. Want waar wil je naartoe op de lange termijn met die andere systemen? Hier zit het hele Lingensysteem achter. Nou, daar kan ik ook een heel verhaal over houden. Maar ja, dat is eigenlijk wel een logisch vervolg. En ook wel een gewenst vervolg hebben wij ervaren. Want dit was de eerste keer dat we dit zo deden binnen ons waterschap. Om echt zo op zo'n lange termijn visie voor zo'n systeem op te stellen. En de conclusie was, dit moeten we ook voor de rest van het gebied gaan doen. Nou, deze die volgt hier heel logisch uit, maar daar gaan we mee aan de slag. Een gevolg daarvan is ook dat een deel van je watergangen eigenlijk niet meer nodig zijn als boezem of dat het niet meer nodig is om dat deel als regionale kering aan te wijzen. Die staan hier als loskoppelen, dat is een beetje een eigen term geworden bij ons. Maar ja, dat sluit ook weer aan bij de ontwikkeling van het beoordelingskader. Dus ook daar sluit mooi aan bij de ontwikkeling zoals we die met de visie op de regionale keringen ook met elkaar in gang hebben gezet. Doorontwikkeling complex Kinderdijk. Dat hebben we niet in dit kader meteen al allerlei knopen over doorgehakt. Maar als je een groot deel van je gebied op een andere manier afwatert, ja, dan kan er in Kinderdijk wel wat veranderen. Daar loopt nu ook een interessant project. Heel proces ook met onze partners om te komen tot de juiste afweging. Van waar wil je daar nou naartoe en wat betekent dat ook op de korte termijn? Want ja, de waarde als UNESCO Werelderfgoed, daar heb je uiteraard rekening mee te houden. Er staan ook wat dingen wat vaag gestippeld in het midden van het gebied. Bodemdaling, zei ik al, dat is wel een lastig thema. Maken we nu nog geen keuzes in. Maar met de indeling van het gebied zoals we dat nu voorstellen, bieden we wel ruimte om straks gebiedsgedifferentieerd afwegingen te maken. Ook dat is een mogelijkheid, ook nu samen met de regionale partners. Waar willen we naartoe? Dus het proces rond klimaatadaptatie, bodemdaling, allemaal een vervolg. Dan toch even een sheet met wat kleine getalletjes. Maar eigenlijk het belangrijkste is het pijltje rechtsbovenin. We hadden een behoorlijke opgave met die keringen. Dit is even alleen de Alblassenwaard. Het effect van het pakket aan maatregelen wat ik net liet zien, is dat we eigenlijk in een heel groot deel van ons gebied die extreme toetspijlen die verdwijnen. Dus het wordt een heel beheersbaar systeem. Niet meer van die uitschieters. Ja, dat doet iets op je hoogteopgave, dat ligt voor de hand. Die verdwijnt voor een heel groot deel. Van 43 kilometer naar ongeveer 10 kilometer, waar nog een hoogteopgave blijft. Maar de belangrijkste verschuiving zit voor ons eigenlijk in de categorie waar we een hoogte- en stabiliteitsprobleem hadden.
Want die verschuift nu naar alleen een stabiliteitsprobleem. En dan kom je ook weer op een aantal interessante onderzoeksvragen. Bewezen sterkte werd al genoemd. Maar ook, wat nou als het toch eigenlijk wel heel dicht bij de norm zit? Het voldoet net niet. Wat dan? Nou, dat was aanleiding voor ons om in elk geval ook een programmalijn nu op te starten binnen dat gebiedsprogramma. Wat we het onderzoeksprogramma hebben genoemd. Veel raakvlakken met de vraagstukken die vanochtend ook zijn langsgekomen. Maar ook een aantal hele specifieke vraagstukken voor ons gebied. Dus daar ligt voor ons nu echt een belangrijke focus. Aan het begin werd gezegd van ja, we moeten niet alles weg willen rekenen. Dat willen we ook zeker niet, maar we willen wel de verstandige dingen doen. Dus waar hebben we nou echt nog een opgave? En waar moet je misschien andere keuzes maken en zeggen, nou, misschien moeten we hier even niks doen. En het even aanzien wat er gebeurt, het monitoren. En misschien is het ook zinvol om gewoon wat geld opzij te zetten voor als het toch misgaat en heel lokaal schade oplevert. Nou, dat raakt weer aan vraagstukken als risicobenadering, meerlaagsveiligheid. Straks wat meer over horen. Dit is een plaatje van ja, hoe ziet die programmering er dan uit. Dit was het plaatje zoals we dat hadden opgesteld tijdens het opstellen van de visie. Heel overzichtelijk plaatje. Ik kan wel zeggen, inmiddels ziet hij er een heel stuk complexer uit. Nou, we hem echt hebben uitgewerkt. Maar het is dus wel een langdurig proces. We zijn zeker tot 2030 bezig met grote aanpassingen in ons watersysteem. Gelukkig kun je die wel stapsgewijs uitvoeren en nog steeds daar ook weer aanscherpende keuzes in maken. En ondertussen ook het onderzoeksprogramma, de kaderversterkingen, aan de slag waar het echt zinvol is. En vooral blijven nadenken en kritisch zijn op is het echt nodig. Rechtsonder in beeld staat het onderhoudsprogramma. Ik denk eigenlijk dat die een veel prominentere plek krijgt in onze aanpak. Want met dit alles kom je dus ook eigenlijk op vraagstukken die raken aan asset management. Op welk moment wil je nou echt ingrijpen in dat systeem? En waar kun je het eigenlijk met beheer en onderhoud prima af? En moet je misschien wat meer op die monitoring inzetten? Nou, dit plaatje is wat dat betreft al wat chaotischer aan het worden. De lastigste die laat ik even achterwege. We zijn op dit moment volop bezig dus met dat onderzoeksprogramma en tegelijk ook het uitvoeringsprogramma. Dus dat zit op watersysteem, op de keringen. Er gebeurt ontzettend veel. Er zit wat dat betreft nu echt heel veel energie in, omdat we ook met elkaar weten, nou, hier gaan we naartoe. Tegelijk verrijken en verbreden hebben we dat spoor genoemd. Ja, er is nog heel veel synergie te winnen. We hebben in de volle breedte naar onze opgaven gekeken. Maar daar is nog meer uit te halen. Daar liggen kansen. En ook in de polder en met de partners. Dus de eerste stappen zijn met name om via het spoor van klimaatadaptatie dat verder te gaan verkennen. Dus verbreden van alleen het hoofdsysteem echt naar het hele gebied. Ja, en dan je beheerscyclus. Ik had als opdracht om me vooral te focussen op die eerste cirkel, toen ik met het programmaplan aan de slag ging. En ondertussen groeide dit kolommetje toch behoorlijk uit de klauwen. Dit is gewoon hartstikke belangrijk. Wat ik net zei, we gaan veel meer aandacht nodig hebben voor hoe we ons beheer en onderhoud goed inrichten. En niet in één keer grote verbeterslagen op de kaders doorvoeren, maar het veel meer in een continue onderhoudscyclus zoeken. En het herijken. We hebben een punt op de horizon, maar daar moeten we kritisch op blijven, kansen blijven benutten en tussentijds evalueren en herijken. En dan een onbeschaamde oproep. Zou je kunnen zeggen. Maar ik heb hem hier toch even genoteerd. Ook omdat ik merk dat dat op dit moment een van de grootste risico's vormt.
Het hoogwaterbeschermingsprogramma vraagt veel mensen. Regionale keringen gebeurt op dit moment ook heel erg veel. En ik herken dit bij heel veel waterschappen ook. Maar dit is echt een aandachtspunt wat ons betreft. Er ligt heel veel mooi werk in ons gebied, maar ook in de rest van het land. De goede mensen vinden en voldoende mensen vinden, ik denk dat we daar met elkaar nog een uitdaging hebben. Dank je. Okay. Ellen, heel erg bedankt. Heel mooi verhaal, wat mij betreft. Ook een heel mooi voorbeeld. En ja, prachtig dat je het binnen de tijd hebt weten te doen. Dank je wel. Maar een heel mooi voorbeeld wat mij betreft over hoe in eerste instantie een vrij overzichtelijke problematiek van keringen is verbreed naar een integrale gebiedsopgave, eigenlijk naar een maatschappelijke opgave. Hè, en ik denk ook op een moment misschien dat andere partijen daar nog niet aan toe waren, maar die moeten door het waterschap op deze manier worden meegenomen in alles wat nodig is om het gebied op lange termijn goed te kunnen gebruiken en de kosten beheersbaar te houden. En alles hangt met alles samen. En hartelijk dank, zou ik zeggen.